een democraten. Het Seventh Haven Army van de CD&V. Met 7 kandidaten. Dat is bekend meer dan ons partijleden. Hey. In april 1, bril 2, de kroek op en dit rancuneuze stuk decor. En een vrouw die als je draait en zoent, lijkt op een man met snor. Zelfs de overambitieuze vlog doet de top Jeff Jones. Nee, appelsapie. Ze doen aan politiek, maar elke kandidaat heeft zijn eigen signaal. Echt stuk voor stuk uniek. Ik denk dat vooral het signaal niet de links-rechts tegenstelling meer is. Laten we die eeuwige strijdstand tussen linkser of rechtser achter ons. Dat hoeft niet meer in heel dat links-rechts verhaal. Shit, dat is wel 3 keer krak hetzelfde verhaal. Je hebt ook nog Sammy, Maddy, 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 Sammy. Maak geen schijn van kans. Het is een goeie Vlaamse jongen, maar zijn naam klinkt veel te buitenlands. Wouter Beke heeft zijn charme en charisma overal verdeeld. Maar helaas is 0 nog altijd 0 als je het door 7 deelt. 7 ampersand 2, wie krijgt de voorzitter veel? 7 ampersand 2, hoe gaat het met grenzen?